26 april 1973. Best dagboek. Vader heeft voor moeder zo'n nijvere naaimachine gekocht. Uit Zweden. Het eerste dat ze maakt is een geel broekpak. Net Mies Bouwman. En dan vindt ze in de margriet het patroon van een ribbroek. Kom eens passen, hè? Oh, ik was er bang voor. Er zijn veel jurken deze zomer. Van de meer bezadigde, maar o zo draagbare chemisier... tot het korte, fris gebloemde kleine meisjesjurkje. Oeh, pas op. Nou, nog een keertje. Ja, goed zo. Prima. Wat wil u dragen van de zomer? Lange broeken vind ik erg leuk. En rokken ook, niet te kort natuurlijk. Hè. En, waarom niet te kort? Nou, daar heb ik geen figuurtje voor. Hè. Als je dus slank bent, staat het erg leuk. Maar nee, ik vind broeken dus wel erg leuk om te dragen. Ja, ik maak alles zelf. Ik ga iedere dag bijna naar het Waterloopplein. En daar koop ik oude jurken. En die vermaak ik een beetje en die draag ik dan. Dus je hebt zo je eigen stijl? Ja. Kijk niet zozeer in de modebladen? Nee, helemaal niet. Nee, want dan zou je ook weer naar boutiques moeten gaan. Nou, dat is veel te duur, dat kan ik niet betalen. Deze jas bijvoorbeeld is ook van het Waterloopplein. Nou, moet je zien wat een prachtig jasje dat is. 15 gulden kostte die me. Een echte portefeuille. Prima jasje, ja. Is echt waar. Een reuze goede ding. En wat zit eronder? Even kijken. Nou, dit heb ik zelf gemaakt. Dat is zo'n lusjesgeval. Ja, het ziet er ontzettend goed uit. Veel mensen vinden de mode van nu ondoorzichtig, verwarrend. Maar die bijoux zijn helemaal niet verwarrend. Ze zijn helder als glas of als perspex.